Mehmet, jij gaat het verhaal doorvertellen van Herbert Gunst. Herbert kan zich de hongerwinter nog goed herinneren. In het begin van de oorlog was er genoeg te eten, maar langzaamaan ging er steeds meer eten op de bon. Dan moest je een bonnetje hebben om het eten te kopen. In de hongerwinter had Herbert suikerbieten en bloembollen. En bij Bobolklein was er een centrale keuken, daar kreeg je soep. En het was heel vies, vond Herbert. Door een tekort aan eten tijdens de hongerwinter werd Herbert ziek. En verbleef hij na de oorlog wel 3 maanden zonder zijn ouders om aan te sterven. Mehmet, graag bied ik je deze medaille aan namens Herbert Gunst en namens Stichting In Mijn Buurt. Ik, Mehmet, beloof dat ik Herbert Gunst zijn verhaal zal doorvertellen en het niet zal kwijt laten raken. Wauw. Wauw. Hey, en...